creativiteit, het lijkt soms zo makkelijk, maar voor de mensen die er echt mee aan de slag gaan, die weten, dat is het zeker niet. Iemand die er veel van af weet, is hier aangeschoven aan onze linkerkant. Lopke Houkes, hartelijk welkom. Dankjewel. Ik zei het een beetje in de inleiding, we zien je af en toe in de krant staan. Je doet allerlei leuke, bijzondere dingen. Een tijdje geleden heb je voor het Mundium, de school, ben je actief geweest samen met leerlingen en samen met Brolin, de rapper, om een aantal dingen te veranderen. Laten we daar eerst eens over beginnen. Wat heb je daar gedaan en hoe is dat gekomen? Ja, de school is in een nieuw gebouw geplaatst eigenlijk al een paar jaar geleden. En ja. Vanuit de school kwam de vraag aan de Eetse Cultuurfabriek, kunnen we de school eigenlijk oppimpen? Ja, want daar werk je als docent, hè? Daar gaan we het straks verder over hebben. Maar, ja, als ZZP'er ben ik vaak bij de Eetse Cultuurfabriek te vinden. Mm-hmm. En de school zei daarin eigenlijk, ja, we willen de school oppimpen. En we kunnen dan met een architect inhuren die dan kan bedenken wat leuk is en wat leerlingen leuk vinden. Ja. Maar het is natuurlijk veel fijner als we dat met de leerlingen zelf kunnen doen. Want die weten natuurlijk het beste wat ze graag in hun school willen zien en welke dingen ze nodig hebben en ja, waar ze behoefte aan hebben. En de betrokkenheid is veel groter dan. Ja. Ja, dan heb je ook het idee, wij hebben dit bedacht, we hebben dit zelf gemaakt. Dus dan weten de leerlingen ook, dit was mijn idee of mijn creativiteit is ook terug te vinden in die ruimtes van de school. Ja. Dus Brolin en ik zijn samen naar die school toegegaan. We zijn begonnen in wat zij de chillruimte noemden. Dat was dan de plek waar je een beetje kon hangen. Voor NT2 onderwijs, begrepen? Ja, dus NT2 onderwijs. Dus, begonnen. Ja, dus het zijn allemaal leerlingen die Nederlands als tweede taal leer zijn. Mm-hmm. Leerlingen van expatouders, maar ook leerlingen die vanuit vluchtelingen komen. Dus er zijn heel veel verschillende kinderen of jongeren die daar rondlopen. Die ook allemaal een andere taal spreken, maar ja, een soort samenkomst vinden in dat ze daar allemaal Nederlands. Daar heb je een wand voor gerealiseerd. Hoe was dat om met die kinderen, met die verschillende culturen en talen om te gaan? Ik vond het super interessant. We hebben vaak met wat hogere klassen gewerkt die ook eigenlijk al heel goed Nederlands spraken. Als je bedenkt dat ze pas soms een paar maanden in Nederland zijn. Mm-hmm. Qua taal was dat eigenlijk niet een ding. En wij hadden ook wel de regel bij ons in de klas, je bent al de hele dag bezig met die taal leren. Mm-hmm. Dus als je iets in het Engels tegen ons wil zeggen of in een andere taal, in je eigen taal dat iemand vertelt, dat maakt ons niet uit, want het gaat hier om jullie ideeën en ook om jullie creativiteit. Dus om die drempel van die taal eigenlijk ook weer weg te halen, die ze waarschijnlijk vaak op zo'n school toch voelen, omdat je bent aan het leren, dus dan ben je er heel veel mee bezig. Ja. Waren ze ook blij met jullie? Ja, volgens mij wel. Ja. Ik hoop het in ieder geval wel. We hebben in de klas met hun ideeën opgehaald en ontwerptekeningen gemaakt. En uiteindelijk heb ik daar samen met Brolin dan een soort werkend resultaat van bedacht. Ja. Wat voor reacties kregen jullie dan? Want het heeft de kranten gehaald. Wat vonden de leerlingen zelf? Ja, de leerlingen zelf waren super enthousiast. Je merkte ook toen we bezig waren met het maken van de ruimte dat er heel veel langskwam om te kijken wat er aan het gebeuren was. Ja. En ook zeiden, maar dit is van mij en dit heb ik bedacht. We hebben ze tekeningen laten maken in workshops en teksten laten schrijven die ook terug te zien zijn in die ruimtes. Dus er zijn kussens met bedrukkingen van hun afbeeldingen en teksten op de muur geschreven die zij met hun klas geschreven hebben. Dus je merkt wel echt dat ze zeggen, dit is mijn zin of dit is mijn kussen, want ik heb dit bedacht. Ik super gaaf om dat terug te zien. Dus dat maakt het wel heel speciaal dat je die verbondenheid ook voerde met wat ze gedaan hadden. Had je al dingen met een onderwijsinstelling gedaan, los van de AC dan? Lesgeven werk ik voornamelijk als ZZP'er bij de AC. Daar ben ik ooit gestart. Daar heb ik ook als klein kind cultuur- en kunstlessen gehad. En daar ben ik altijd een beetje rond blijven hangen. Mm-hmm. Dus voornamelijk in educatie lessen op scholen zit ik daar. Maar ik werk vanuit hun wel op heel veel verschillende scholen. Dus ook op basisscholen, middelbare scholen om projecten of lessen te doen. Bij de AC daar geef je een hele bijzondere cursus, als ik het zo mag noemen. 25 bijeenkomsten. Het is een soort voorbereiding op de kunstacademie. Je moet het maar even zeggen als ik het niet goed heb. Maar je maakt kennis met heel veel verschillende disciplines. Van land art tot digitale kunst. Ik weet niet meer hoe dat heet. Fotografie. Hoe komt dat in één keer? Heb je zelf ook die achtergrond dat je daarin opgeleid bent? Ja, het is de vooropleiding voor de kunstacademie. Dus AC is als instituut ook echt verbonden aan de kunstacademie Maastricht. Dus er is ook een regeling mee dat als je de
vooropleiding doet bij de Eetse Cultuurfabriek en je rondt hem goed af, dat je een vrijstelling krijgt van een van de toelatingsrondes. Okay. Niet automatisch aangenomen. Je moet er wel een gesprek hebben. Maar je moet wel nog iets doen. Je bent, even opgezocht. Je bent er niet helemaal doorheen, maar je mag in ieder geval al een klein stukje overslaan. En het is ook een cursus gericht op het idee dat je kan ontdekken of het überhaupt iets voor jou is. Ja. Want het kan ook zijn dat je denkt, ik wil heel graag naar de kunstacademie en je gaat die vooropleiding doen en je denkt, dit is verschrikkelijk. Ja, dan is niks voor jou. Dat is prima. Kan je iets anders gaan studeren? Ja. En het is inderdaad een cursus opgebouwd uit verschillende blokken. En ik geef dan één van die blokken. Dus we zijn met heel veel verschillende docenten. Dus een heel team eigenlijk. Ja, dus er zijn verschillende docenten die daar lesgeven. En zelf heb ik de vooropleiding ook gedaan. Inmiddels is dat denk ik 10 jaar geleden. Okay. Ging het laatst uitrekenen. En vanuit de vooropleiding ben ik toen in dit geval naar een toneelacademie geweest. Maar wel voor een beeldende richting. Ik heb decor en kostuumontwerp gestudeerd. Okay. En daarna nog docent beeldende kunst. Maar ik had toen wel ook mijn positieve behaalde vooropleiding. Dus ik kon ook naar de kunstacademie Maastricht. Ja, als voor jou was het echt een goede keuze. Ja. Wat voor soort mensen komen daar bij jou in die cursus? Wat zoeken ze en wat vinden ze daar? Over het algemeen zijn het leerlingen die of in een afstudeerjaar zitten of in het jaar ervoor. Mm-hmm. We hebben ook soms leerlingen die een tussenjaar hebben genomen. En van die de middelbare school? Ja, van de middelbare school dan, die aan het uitzoeken zijn wat we willen. Af en toe sporadisch heb je ook iemand die 30 plus is en die of 40 plus en die denkt... Zeggen, je kunt ook oud zijn en denken, ik heb nu tijd, dit lijkt me leuk. Ja, dus er zijn ook mensen... Ik ondernemen, ik ben gestopt en je denkt... Hartstikke ik heb leuk, creatieve kom maar langs. Ja, nee, er zijn ook mensen die dat doen omdat ze zeggen, je krijgt zoveel verschillende lessen. Wij richten het dan natuurlijk wel op eindwerken een beetje en op het idee dat je daar een portfolio van moet maken, mm-hmm. zodat je niet alleen bij Maastricht, maar ook bij andere scholen toelating zou doen. Ja. Maar er komen zoveel verschillende disciplines aan bod, dat dat ook vaak leuk is als je helemaal niet richting heb kunt. Heb je al een groot talent ontdekt ertussen? Er zijn veel leerlingen die nu ook echt daadwerkelijk aan de kunstacademie zijn gaan studeren. Okay. En we hebben ook vaker docenten gehad die hem zelf ook hebben gedaan. Dus ik werk er tot een tijd terug, heeft Morena Bamberger ook lesgegeven. Zij is toevallig dit jaar ermee gestopt, maar zij is nu in de beeldende kunsten best bekend aan het worden. Ja. Floor Martens trouwens ook, die heeft nog voor mij een presentatie gegeven aan de cursisten. Die is ook in de beeldende kunst van alles aan het doen. Dus langzaam... Dat geeft toch wel een goed gevoel dat je denkt, ik ben echt aan het bouwen, ik draag iets bij. Ja, je merkt ook wel aan die leerlingen, ik zie ze soms ook terug ineens in het werkveld. Ja. Dat ik ergens een project aan het doen ben en dat zeggen, we hebben een stagiair en dan staat er iemand voor mijn neus die ik een jaar geleden de les had. Dat ik denk, ik ken jou nog. Dus je merkt wel dat er echt een paar zijn die verspreid ook echt in het werkveld terug te vinden zijn. Binnenkort, we moeten langzaam afronden vanwege de tijd. Begint die cursus weer van jou? Wanneer is dat en kunnen zich dan mensen aanmelden? Ja, de cursus is nu afgerond. We hebben vorige week de beoordelingen gehad. Dus voor het schooljaar, komend schooljaar zijn de aanmeldingen geweest. Ja. Maar het start volgens mij in september. Uh-huh. En het is dus september tot en met april ongeveer in verschillende blokken. En 4 lessen krijg je dan voor mij. Ja, oké. Nou, superleuk dat je erover wilde komen vertellen. En veel plezier ermee. Dankjewel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.